goed. Wat erg. Op naar Groningen. Kijk, mooi. Die man. Ja, ja. Hij moest al lachen. Ga jij even niet naar iedereen zitten zwaaien? Hoezo? Ja. Ja. Kijk jij nou maar voor en dan zie je dat niet, dat ik zwaai naar iedereen. Oh, wauw. Ik zou nou, we hebben er nog een lid bij. En dan is het belangrijk om iets te geven. Oh my god! Schoolrij. Oh nee. Ons kinderfeestzakje. Oh ja, kinderfeestzakje. Had je het verwacht? Nee. Ik geloof niet. Unboxing. Oh, ik had wel nu gekund. Op zich. Even wachten. Komt nog steeds wat aan. Waterontan. Ja, wij denken moeilijk na waarschijnlijk. Iets met water. Okay, dat denk ik wel. Eigenlijk gezellig met z'n drieën op de wc. Ja. Met z'n drieën op de wc. Dat is al lang geleden. Hiernaast hebben we dus geen deur, dus het is alleen maar plassen. Dit is al camping vibes. Want je hebt er denk maar één. Ja, als het eten er is. Want anders hebben we straks van overal 16 shots van. Chicken! Nice. Lekker. Ja, zo. Oh. Smakelijk. Zo, jij hebt ook echt wel een goede portie friet erbij. Zo. Hadden we nog bestek? Oh ja. Dat krijgen we misschien nog wel bestek. Dat is hier met je hand. Het is hier met handen. Ik kan met jullie pieten. Ik weet ook niet hoe dat werkt. Snel, deur open. Zo? Ja? Volgens mij wel. Ja. Ja, kut. Hier. Hier, ga er. Oh, kut. Fuck. Hou jij die hoed weg? Oh, wow. Oh, mijn god. Waarom vinden wij dit zo grappig? Ja, ik weet ook niet hoe die deur open gaat. Of ik bedoel... Wij hebben dus Lisa de auto even gekaapt. Ik loop daar en ik kijk. Waar de fuck is hij? Wifi man. Dat is het rode ding. Het lijkt wel een soort vliegtuig. Ja. We gaan de vliegtuig. Aan hun linker en rechterzijde is de nooduitgang. In this view, I see all the colors in you. Dat is heel gaaf. Ja. Oh. Oh, ik heb dat ook nog liggen hier. Oh. Hi. Oh, jongens. Jeetje man, ik ben een beetje... Nou, we zijn aangekomen in Groningen. Camping erbij. Nou, ik werd vanochtend wel wakker. Staan we nu op de hand en laat de tijd en het duurt te lang. Het duurt te lang. Uit te schakelen. En de burgers die moeten juist dus de weerwolven ontmaskeren. Inschoren. En mogen weer gaan slapen. De heks mag wakker worden.
Weer op, gaan we weer slapen. Het dorp mag er wakker worden behalve Nina. Doe je vriend mee, niks doe je. Oké. Rennen voor je leven hoor, rennen. Oh, is dat een hele wc? Die is heel mooi. Dat is een mooi wc. Shit, er moet toch vliegen doden? Ja. Oh, hebben jullie dat al gedaan? Oh, kut, mijn dopper ligt hier nog steeds. Oh, mijn idee, Lisa, net naar binnen. Zal ik mijn dopper hier gewoon laten... Mol, even zwaaien voor de vlog. Ja, dat is een hand. Even zwaaien voor de vlog, wat een grap. Dit ding is fel eigenlijk. Oh, dat is beter dit. Waar zit dit? Hier. Gaan open ritsen. Ik voel geen eens hier. Lekker kontje. Ja, zalig. Dat voel ik ook al. Dat moet ik vaker. Ja, dat moet wel. Zo is onze slaapsituatie. Hé, hey, Paulien, jij bent een... Daarachter liggen Marjolein en Lisa. En hier ligt Esther. Pardon. En daar gaat Paulien. Die komt gezellig naast mij liggen. Ja, wel op de story, hè? Iedereen is kaart aan het lachen. En ik weet niet waarom. Het was stil. En nu wil ik het ook zien. Maar willen wij het ook zien? Nou, ik wil ook lachen met een marmot. Wij willen ook lachen. Stuur maar. Ik ga bijna dood van het lachen. Ik haal bijna geen lucht meer. Oh, wat erg. Ik heb mijn broek opgelopen. Ik moet echt buiten. Het is hier zo leuk in het huis. Goedemorgen. Good morning. Iedereen is weer wakker. Dat hoor je ook op de achtergrond misschien wel. Het begint nu al. Ik heb geen energie. Moet je mijn wallen zien? Oh my god. Oh god, die wallen zijn echt heel erg. Ja, kijk, Pauline heeft geslapen omdat ik mijn goede oordop heb gedoneerd. Oh nee, die wallen. Nee, niet zo hard. Anders komt er echt iemand boos naar beneden. Ja. Deze maakt ons dood. Ja, die maakt ons echt dood. Moest je maar eerder gaan slapen. Wat ben je aan het doen, Marjolein? Ik denk dat je aan het filmen bent. Nee, niet doen. Ik zie er echt uit. Oh, kijk nou. Nee, zeg maar niet. Ja, tuurlijk komt ze, anders kom ik haar halen. Zo. Ga je naar huis? Ja. Christy, wat wil jij drinken? Een salmon, je koffie. Zo verder Peter. Ja, joh, dat kan niet allemaal. Wil je nog iets zeggen, Lexi? Vind je het leuk dat wij er zijn, of niet? I couldn't care less. Filmt. Alle voorbereidingen voor de festival preps. Ja, sowieso. Hey, topcoat maakt het wel weer goed. Ja? Kijk eens, mooie bling bling. Oh, dat ziet er echt goed uit bij jou, Paulien. Ja, Paulien kan dit. Ik weet het niet, maar Paulien met heeft onze echt mooie hula baloo armbandjes. Secret gifts of zo. En dan hebben we hier een soort van K2 zo K3 hier. En hier zit de rest nog. Uit de brokken lijkt het. We gaan naar hula baloo.
We gaan eerst naar het station. Iedereen spreekt het ook net een beetje anders uit. En dan gaan we naar station Groningen. Ik zeg moeilijk wel. Nou, dan gaan we dan lekker met z'n allen de trein in. Er zit nu nog iemand in. Ja, in Groningen kan dit, er zijn mensen netjes. In de, bij ons zou het helemaal voor nachtgod zijn. Nee. Nou, onderweg naar Groningen, wel een half uur te laat. Holy shit. Ja. Iedereen nog aanwezig? Ja, ik heb een kaartje. En jullie zijn er ook. Ja, Simone is het trekken, die kan zo lekker. Jij bent er ook nog. Ja, kilometer. Yeah.
beetje rot. Maar wij zitten alweer een tijdje even in de trein. We zijn weer eerder vertrokken, want Armin van Beuren al wij eigenlijk na 20 minuutjes al gezien. En ik heb zweet in mijn ogen, dus ik ben net jenken. Dat was ik net. Ik zei toch ook in de tong in mijn ogen. En dat heb jij nu. Bij mij is het nu over en nu heb jij het. Ik heb wel echt gevallen van slecht slapen in de tent. En voor ons... Oh, wow. Was een beetje dichtbij, oeps. Er zitten ook nog andere familieleden in deze trein, maar ja, ik word echt aangestaard. Oh. Huh? Oh, ze hebben niet gezegd waar ze erin zitten. Ja, we gaan nu naar Winschoten. Nou, we zijn weer in Inschoten. Nou, ontbijtje wordt weer geregeld. Allemaal croissantjes. Lekker. Nou, het is dus de volgende dag, zoals je zag. En nu moeten we alles op gaan ruimen. Dus de tent wordt helemaal leeg geruimd. En moeten we helemaal op gaan bergen. En een van de lastigste dingen is om de luchtbedding zo weer allemaal weer terug in de zak te krijgen. Leuk werkie. Je moet eerst opgepakt doen, want je moet eerst ja. Komt gelijk de eerste minuut weg. Ja, echt een kutwerk is dit. Onze noom wat die verrot is. Ja, het is wel een mooi weertje. We moeten toch uit elkaar. Een schitterend idee. Kan wel iemand deze schoppen? Nice. Stap 1. Kaas. Dit is de tafel bezig. Wat willen jullie doen? Dat ik laat aanlopen. Die zijn wel een kopen. Ja, ook wel. Nou, even doei zwaaien voor de vlog. Doei Rinske en Christy. 3 uur naar huis rijden. Succes met de bolide. Wij doen de muziek. Dus ja, oh ja, ja. Ik ben zo terug. Ik had wel verwacht dat jij zou rijden met een Mercedes. Hey, even zwaaien, Merel. Je gaat aan de. Doei!
Alles. Hè? Dat begrijp ik. Wat werken jullie? Ik word slapend rijk. Nou, wat is dat?